Hé, hier moet iets aan de hand zijn. Kijk maar, deze kruisen zetten we regelmatig in. Want een ongelukje zit in een klein hoekje. Of het ligt midden op de weg. We zetten ze ook in als we timmeren aan de weg. Soms creëren we hier een file om hem in de tunnel juist te voorkomen. En we sluiten de spitsstrook bij dichte mist. Want we willen er natuurlijk wel voor zorgen dat al deze mensen en alle weggebruikers veilig zijn. We nemen geen risico's. Dus als deze vrachtwagen netjes op de vluchtstrook staat, moet er minstens 1 meter wijkruimte tussen het incident en de streep zijn. Als dat niet zo is, kruisen we de naastgelegen rijstroken af. Zo, dat is weer opgelost. En weginspecteur Nienke geeft meteen door dat de rijstrook weer open kan. Dus dan kan het verkeer weer meteen de... Nienke? Ah, hier wordt natuurlijk ook nog goed gekeken of alles echt wel veilig is. Ja, we laten niks aan het toeval over.